vind ik ook heel eng aan kinderen opvoeden. Want als je een kind gaat opvoeden, dan moet het de eerste keer, telt het meteen. Het is meteen voor het echie. Dat is het tegenovergestelde van wiskunde. Want als je iets wiskundigs wil leren, nou, dan pak je gewoon een goed voorbeeld. Zo moet het. Dan ga je het daarna heel vaak zelf doen, totdat het op een gegeven moment elke keer lukt. En dan weet je, ah ja, dit beheers ik. Dat zou ik zo graag willen, dat zou kunnen bij kinderen opvoeden. Dat je gewoon een kind kon adopteren, opvoeden. Oh, mislukt, teruggeven, sorry. Nog kind adopteren, opvoeden. Oeh, voor zijn leven beschadigd, teruggeven, sorry. Nog kind adopteren, oeh, laat ik een stuk vallen. Teruggeven, was er zo, et cetera. Maar dat kan natuurlijk niet. Ik heb wel een klein beetje ervaring met kinderen. Ik heb schaaklessen gegeven en ook wiskunde. Ik kreeg ook echt in allebei de gevallen best wel makkelijk een baan. Dat is echt voordeel van het leraartekort. Als we experimenteren met kleine kinderen, dan kan dat gewoon. Maar